We zagen van de week bij dat andere koffietijdprogramma, zagen we je ook nog weer schitteren. Ik weet niet of je daar de beelden nog van terug hebt gezien. Maar nee, die hoef ik ook niet meer te zien. Geen kijker is erin geïnteresseerd. Jij kon dat erg goed vinden met Pernille en Lorette, hadden wij de indruk, toch? Niet, ja? Nee? Nou, laten we even gaan kijken hoe dat van de week in koffietijd ging. Kubi heeft al lekker gepoept. Ja, ja, dat is altijd lekker. Als hij dan gepoept heeft, dan is een geruststellende gedachte. Dat hebben we gehad. Dan weet maar hoe lang was die wandeling dan? Nou, heel kort. Want ik laat hem altijd bij de pastoor aan de overkant in de tuin schijten. Hoe zou jij het vinden om er zo uit te zien? Herken jij de kapsels? Dit is Bert van Marwijk. Dit is Bert van Marwijk. En dat is Brans van PSV. Koen Trouw. Wie is dat? Oh, vreselijk. Ja, oh, vreselijk het van een blote kontengezicht. Heel bloot. Dat is, maar doe even één keer zo die haar omhoog. Eén keer zo je lip zo. Die zo. Ja. Want je hebt lippen. Je hebt wel mooie volle lippen, hoor. Kijk nou. Nee, niet laten. Hey, ik zou bijna zeggen, daag me niet uit, hè. Lorette, ik voel hem ook echt hier. Ik voel het gewoon. Ja, nee, wacht, ja, het ziet er heel anders uit, zo. Ik kijk op die meisjes van middelbare leeftijd. Nou, laat eens nog bestaan. Ik ben even van me apropos. Ja, we hebben wat ook nog wat anders. Kijk, zie je. Ja. Precies. Dat hebben we dan weer voor jou en Lorette. Hey, maar laten we eerst dan worden we wel verwend met de groentespies. Ja, laten we met Wilfred van Negenee zou ze het kwijl op zijn bek lopen als je dat ziet, de groentespies. Johan, wanneer kom je weer gezellig langs? Morgen. Oké. Okay. Ik ben er. I'll be waiting for you. Ik hoopte dat niemand hiernaar gekeken had, maar die wijven zijn helemaal gek van. Ja, echt waar? Ja. Ja, ik moet die Lorette van mijn lijf slaan als ik daar ben. Ja, echt waar? Ja. Maar wat deed je nou precies met die... Wat was dat nou? Je wilde je... Nou nee, ze wilde mij kijken of ik ook een bovenlip had. En dat heb ik bewezen. En na de uitzending heb ik het nog eens een keer bewezen. Ja? Maar bij allebei of alleen bij Lorette? Ja, maar daar hadden we toch beelden van dat jij een bovenlip had? Wat is hier bij deze... Maar ik vind dit... Ik vind dit heel eng hoofd, hoor. Ja. Dit vind je niks? Hebben ze jouw mondje daarin geprogrammeerd of zo? Ja, ik denk het inderdaad, ja. Hey, ik... Ja, dit had je al een beetje hier verklapt, maar je bent nu nog verder gegaan in jouw plas en poep. Ja, nee, maar dat, dat is een vrouwenprogramma met vrouwenproblemen. Ja. En dan pas je je aan, die mensen zijn niet geïnteresseerd in voetbalanalyses. Maar die dan... willen weten hoe jij naar de wc gaat. Maar net wie zit die Lorette Schrijver, plast die in de broek dan of zo? Hebben die problemen? Nee, dat is een schatje. Lorette is echt een schatje. Ja, nou laten we even kijken naar het hoogstaande niveau wat je vanochtend weer geëtaleerd hebt. Mijn vrouw stoort zich er geweldig aan als ik 's nachts moet plassen. En op mijn leeftijd moet je vaker plassen. Dat ik dan over de pot spetter. Ach, en... dat is ook bloedirritant. En dan 's ochtends dan zit ik aan de keukentafel. Dan moet je zittend plassen als man. Nou, daar kom ik op, wat je nu zegt. Oh. Een onzin, je slaat ook al onzin uit. Dan zit ik 's ochtends aan de keukentafel en dan hoor ik mijn vrouw roepen... sta ik weer met mijn voeten in de pis. Ja. Ik heb het nu 1 keer geprobeerd. Ik moest plassen en ze riep nog, zitten, hè? Om 1:00 of 3:00 s'nachts. Dus ik ga zitten. Ik denk, niemand ziet me, hè? En dan ontspan je helemaal. En ik ga plassen en ik laat tegelijkertijd een windje. En dan ligt je vrouw dus te schaterlachen in bed, weet je wel. Het is te gênant voor woorden. Dus dat vind ik vreselijk, dat gedweil van mijn eigen pis. Nou, dansen kan ze helemaal goed, inderdaad, ja. Maar voordat we er helemaal op doorgaan... Ja, je maakt het wel benieuwd. Ja, dat te meedoen dan, de mannen van de Hebben kast, jullie een paar? Ah, wij nu erbij. Bij. Ja. Oké, okay, ja. Hier is mijn hand. Hier is mijn... Ja, jongens, boys, hoor. Ja, ik ben geen hondje dat het vindt. Ik moet het wel vanuit mijn hart doen, ja, weet je wel. Ja, je ziet hier van... Je en mijn hart is... De kast staat daar. Dat is een heel moeilijk nummer, hè? Ja. Ja, ziet die kans. Nee, kijk, je moet dan wel de tomaat laten zien natuurlijk, hè, van Pauw. Wie is die, blonde? Dit is het die ene. Die... Vivian Slingeland is dat. Oh, die ken ik niet. Ja, hartstikke ik ben gek op Lorette. Die is goed, hè, Lorette. Maar wij werden wel een beetje in de maling genomen trouwens. In de maling genomen? Ja, wij werden een beetje... Ze gaan toch niet mee in de maling zitten nemen? Nou, wij werden een beetje belachelijk gemaakt. Dat denken die wijven wel. Ja, dat snap ik ook. Heb je het niet gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Nee, er is wel eens dat koffietijd overslaat, Wilfred. Ja. Ik hoop niet dat je boos bent. Nee, maar wij werden een beetje de maat genomen. Kijk maar even mee. Als je het dan hebt over een kwalitatief goed programma... hebben we jullie nabeschouwing van Johan, toen hij hier was... ook nog eventjes op de korrel genomen. Kwalitatief
hoogstaand programma. Kijk maar even. Heb jij nog zo'n strakke straal dat je daar geen last van hebt? Ik straal nog goed, inderdaad, ja. Oké. Okay. Jij niet, begrijp ik meer. Nou, nee, maar als je 's nachts slaapdronken bent... Ja? En dan doe ik het licht niet aan. Want dan maar jij wappert ook echt zo. Het gaat om dat je jezelf... Ja? Ik heb nu het probleem dat ik hem al met twee handen vast moet houden. Ja, dat sowieso. De witte neger, ja. Maar het schiet bij jou alle kanten op. Maar als jij gaat zitten, ligt hij echt in het water. Ja. René, ja? René, ik verdomme. Ja. Ligt hij in het water gewoon? Ja. Dat vind ik wel knap, hoor. Dan heeft hij dus gelijk gewas zo. Nee, ik stap altijd weer met een nat kopje. Ja. Polletje ook voor onze kijkers, koffietijd. Het is wel ontzettend ordinair. Het is verschrikkelijk ordinair, ja. Zullen we hier zo iemand weer stoppen? Dan gaat hij ineens in de stad zitten te schamen daarover. Dat vind ik nog wat ergste. Dat je lekker zit. Je zit daar te jagen te schamen, toch? Of niet? Nou ja, ik moet er ook wel om lachen, zie ik daar weer. Maar koffietijd heeft meer niveau dan Voetbal Insight, wordt hier gesteld. Wie zegt dat? Nou ja, dat is een stelling van vandaag. 37%. Waar komt die meneer vandaan? Maar dan gaan we vanavond even bellen. Nee, dat is langs. Ook geen... Het heeft de redactie bedacht. Oh. Dat is een stelling, daar kunnen mensen op reageren. Beden vinden de meeste mensen dat nog niet gelukkig, maar dat scheelt dan allemaal weer. Je hebt eerst Tafel van Kees zitten kijken. Nou, ik kijk tegenwoordig alles. Ik echt ben waar? Natuurlijk heel vroeg op. Oh ja, maar je zoontje natuurlijk. Ik ben er heel vroeg bij, ja. Tering, ik ben zo vroeg op, jongen. Dat ik zie alles. Ja. Ik heb het laatste heb ik ook. Maar weet je... Jij kijkt ook Koffietijd nou? Ja. Nou, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, maar Nederland. Ik wist morgen. Wat ik niet wist, dat Nederland dus wakker wordt en gaat lullen. Ja. We gaan lullen. Ja, goedemorgen Nederland. Gaan ze al los. Oh, lullen. Ja, lullen. En lullen, en lullen, en lullen, weet je wel. Dus ik zat laatst te kijken naar Koffietijd. Ja. En daar zat Lieke van Lexmond met haar zus. En dat lult. En dat lult. Ik zweer het je. En slap. Ja. Dat wil je echt niet weten. Daar komen wij niet overheen, zeg maar. Nou, nooit. Nee. Nooit. Ik heb Hans Kraai een appie gestuurd. Ik zeg, Hans, zeg, als ik zo slap ga lullen aan deze tafel... Zeg het, ik stop ermee. Ja. Ik zat naar die tafel van Kees te kijken, daar zat die Aron Winter. Nou, dat lult maar. Ja. En als Kees dan wat vraagt, denkt hij... Hè? Dat is een vraag. Ja. Heb je geen antwoord op die vraag? Geen touw, want ik heb dan 50 seconden uit een lulverhaal van 10 minuten. Even kijken. Ja, je kan kijken. Je moet maar niet luisteren. Eerst die keeper gehad. Ja. Dat is ook zo'n politiek correcte robot. Ja. Die, van de Sar, voor de duidelijkheid. Die verblikt op verbloost niet en die vertelt van alles, maar zegt eigenlijk niks. Dit ook. En toen kwam hij erachteraan, maar die was klinkklare Wartaal. Dus... En die oude mijnwerker, die zat ertussen en die denkt, waar gaat dit om? Ja. maar die Kees zegt, ja, maar wat is het plan dan? Hey. Nee. Ja, nee, plan komt nee, er kwam geen eind aan. Er kwam geen eind aan. Dat was waanzinnig. Maar ja, dan gaat de wereld voor je open. Zoals behang, de tafel van Kees. Lekker is dat. Ja, ja. Ja, ja. Ja, maar niet Harry Mens of zo dan ook nog even? Ik kijk graag naar Kees. Jij pakt Harry er ook nog wel even mee dan, of niet, René? Ja. Ja, ja, 100%. Ja, dat lult ook. Ja. Ja, maar Harry, dat is geen parodie meer. Dat is gewoon ontzettend slecht. Nee, maar die Harry Mens is zo geil van zichzelf. Ja. Die produceert en betaalt zelf om op tv te mogen. Ja, ja. Nou, ik denk dat wij hier toch niet meer lang zouden zitten als we ervoor moesten betalen. Nee, maar die Harry heeft echt het woord slecht een totaal andere dimensie gegeven. Het krankzinnig slecht is dat. U begrijpt het, we zijn weer... Je hebt veel fans, dat weet je natuurlijk ook. Maar er zijn een paar dames die hebben een speciaal warm gevoel bij jou. Ja. Dat zijn de dames van Koffietijd en die wilden jou toch eventjes feliciteren. De dames van Koffietijd. René, wat doe je? Ik doe even mijn... We gaan niet zeggen, René, zeggen jij trekt je shirtje naar beneden en doet je vestje goed. Ik vind het verdacht. Ja, om je te feliciteren. René, Gijpie. Ook dan doen? Nou, doe nog maar een... Ja, dat kan niet. Nee. Ik heb een heel keurig blouseje aan. Maar je kan toch een knoopje open doen? Ja, maar ik heb een hemdje. Nou goed, knoopje open. Zo. 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 Dan weet hij tenminste weer wie we zijn. Hè? Je koffietijdvriendinnen. Precies. Hè? Die kakelmesjes. Gefeliciteerd. Ja. Van Casper ook natuurlijk. Ja, ja. Ja, Hype de Pipoera in de Gloria. Van harte gefeliciteerd. Hoera! Hoera! Ja. Hoezo die papegaai? Ja, waarom die papegaai? Ja. Mijn nieuwe helden. Ja.
Elke ochtend kijk ik. Echt waar? Ja, tuurlijk. En mijn grootste held is natuurlijk Harry Mens. Nog steeds? Ja, die heb ik gisteravond weer even... Was hij goed? Nou ja, hij is nooit goed, maar hij is gewoon wel leuk om naar te kijken. Maar dit is absurd. Ja. Ik weet niet hoe jij... Jij hou je ook altijd wel tot 1 uur rustig, toch? Je gaat toch nu gelijk tetteren? Tot 1 uur? Maar dit, ja, nee. Maar dit is echt geloof ik. Pap, 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 pap. Dat is echt geweldig, man. Ja. Mensen vroegen zich wel af waarom jij vanochtend niet bij koffietijd was. Want Loretta was er ook niet. En mensen zien nu opeens noodzakelijk. Nou ja, Loretta en ik die hadden een afspraak in een Van der Valk hotel ergens langs de snelweg. Ja, en toen ging het mis. Ja. Werd er geschoten en zo meteen. Ja, nou, er werd gewoon in de kamer daarnaast ook gekreund. Ja. Ja, nou ja, goed, ik mocht dan vanochtend daar wel bij aanwezig zijn. Want dan gaat geloof ik niemand slapen bij Van der Valk, hè? Nee. Gaat iedereen daarheen om? Ja, volgens mij leert ze er alleen maar te neuken. Ja? En schnitzeltjes te eten natuurlijk, maar niemand komt daar om een hele nacht. Nee. Maar ja, Lorette hebben vast de kamer daar, toch of niet? Nou, ik vind Loretta een schat, maar ik ken haar man ook erg goed. Dus ik zou niet durven. Nee. En die is namelijk heel groot en sterk. Ik moet eigenlijk even schakelen naar die wedstrijd bij de Graafschap. Maar eerst toch een beetje toch een serieus onderwerp waar we toch even over moeten praten, denk ik. Wat vinden jullie van de themaweek van Koffietijd de komende week? Wat is het thema? Vagina. De vagina? Ja. Daar sta ik helemaal open voor. Oh, ja? Maar de hele week zal er dus aandacht worden besteed aan het vrouwelijke orgaan. En het heet ook Down Under. En daar willen ze dus een duidelijke mening over hebben. Maar het zijn onze vriendinnen, jouw vriendin met name, ook Loretta. Die heeft vanochtend ook op 100% NL. Misschien dat we kunnen komen tot een gezamenlijke uitzending. Ja. En dat we wat ervaringen uitwisselen. Ja. He, dat wij het onderdeel piemel voor onze rekening nemen. Ja. Ja. Daar sta je ook open voor. Nou, als ik deze dames zo zie, dan sta ik er inderdaad wel open voor, ja. Ja, maar ik bedoel, het zou bij ons passen, weet je wel, dat je dat soort dingen gaat bespreken. Maar ik vind het toch even revolutionair dat de dames van Koffietijd daar... Jan, wat vind jij ervan? Vind je het gek dat Jan iedere ochtend om 10 uur op de bank zit bij Koffietijd? Nee, ja. Dan lijkt nog te pitten. Nee. Dat zou wel lekker zijn, moet ik zeggen. Nee? Lekker bakje koffie. Maar je kan er ook... Nee, maar je kan er ook, zeg maar... Ik zit nu even over te denken. Ik ben niet elke dag met een vagina bezig, natuurlijk. Ik bedoel... Dat... Nou. Nee. Nee, niet... Nou, niet ieder uur. Nee, niet overdag niet veel, weet je wel. Maar je kan er ook best veel mee doen. Toch? Vertel eens. Ja, weet ik veel. Je kan eraan likken. Je kan er als man zijn. Dan kan je er... Is toch gewoon een soort... Ja. Shoot. Nou, jij noemt dat dan, maar... Nee, even serieus. Ga snel schakelen. Nee, ik heb hem al weer door. Nee. Is Wilfred een beffer, denk je? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. He? Ja, natuurlijk. Ja, ik denk het ook. Ja, 100%. Ja. Ja. Ja, ik heb geen snor, Johan, dus dat is toch anders natuurlijk dan. Nee, maar als jij met die haren steeds met die vrouw over die buik zit, is het een zwarte buik. Nou, het is mijn eigen schuld. Ik heb het zelf aangekaart. Ik heb het verdiend. Ja, helemaal goed. Of ik een beffer ben. We schakelen snel over naar... En ik ga het niet aan hem vragen, Christian Reusink. Christian Wieland, sorry. Ik ga de namen zelfs door elkaar halen. Christian Wieland die staat bij een absolute topper. Ja, is een beffer. Ja. 100%! Ja, hoor. Is een echte beffer, dit. Bij de wedstrijd de Graafschap Twente. Je brengt het veld serieus verder, dit onderwerp, toch? Ja. Ja, je neemt het... Nee, het is echt... Nou, ik zou jou zeggen, ik had er best wat fragmentjes uit willen halen. Ja. Nou, dan was ook leerzaam. Dan had jij dus gewoon vanavond in de logeerkamer gaan liggen. Dat weet ik 100% zeker. Dan jij gezegd, laat mij maar even een weekje met rust. Ja, echt waar. Eén ding. Heel onsmakelijk. Eén ding van de Gijp. Wildresse vrouw heeft geen bacteriën. Ook? Ja. Nee. Ook? Echt iedereen? Dat zei die vrouw ook heel. Je moet niet alles geloven, joh. Nou ja, zij was dan doorgestudeerd vaginaal. Doorgestudeerd vaginaal was zij. Nou, voordat we het niet serieus gaan nemen, dit onderwerp, gaan we snel verder. Van de week bij Koffietijd deed je alles op bevel. Toen die dames... Ik wilde echt niet moeilijk doen. Laat me zien dan. Kom. Nee. Ja? Ja, nou, kijk maar even, joh. Alles. Over die beestjes? De beestjes zelf. Volgens mij komt alles voorbij nu. Helemaal goed. Nou, 7 jaar op moeten wachten. Maar ze zijn er eindelijk. Alle drie. Voetbalvrienden van Voetbal Insight. Vinden jullie dit ook echt leuk? Ja.
Oké, okay. Oh ja, nog een beetje timide, hè? Ik heb er wel een probleem bij dat Loretta er niet is. Ja, ja. Want Loretta en ik hebben een speciale band. Ja. En als ik geweten had dat ik vanochtend opgezadeld werd met twee van die lelijke spoken, was ik niet gekomen. Nee, nee, ja, maar we moet je dan inderdaad teleurstellen? We hebben een speciale boodschap voor je. Aha. Have fun, heren. En om er toch een beetje voor altijd bij te zijn, geef ik mezelf gewoon weg. All of me, why not take all of me? Kijk, dus is er vandaag gewoon. Ze is er wel, hoor. Die mag jij mee naar huis nemen? Nee, ja, ja, je mee naar huis. Kan je hem opblazen? Je kan er alles mee doen. Hey, maar die hond die heeft een nare gewoonte. Kijk, op mijn leeftijd moet je 4 keer per nacht piezen. En als ik dan... Die hond slikt hem schoon. Wat? Hij is wakker! Hij is wakker! Ik hou er van, hoor, van gesponsorde programma's. Ben je wel even zo'n horloge? Ja. Ja. We hebben ook een app, dat moet je niet vergeten. We hebben een eigen Jullie app. Jullie hebben een app, ja. Ja. Ongelooflijk. Jullie hebben echt... Ik kan niks anders meer zien als beestjes. Beestjes? Ik kan geen vrouw meer op een fiets zien zitten zonder te denken... Krijgt de tering al die beestjes zo voor dat zadel en dan weer terug erin en dan weer eruit en dan... Met al die beestjes adviseer je mij nu om vanmiddag mijn snor af te geven. In Johan's snor zitten ook beestjes. Er zitten heel veel beestjes, denk ik. Ja, jullie hebben ons wel laten zien. Hij ruikt wel vaak zo'n zoute haring, dat wel. Ja, het was echt op niveau, hè, die bijeenkomst. Ja. Maar ik wil een beetje voorstellen hoe de gemiddelde koffietijd kijken. Ja. Ja, 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 ja. Die dames hebben allemaal zitten soppen thuis. Ja. Maar... Ja, ik zie daar die, hoe heet die meneer zitten? Trussel. Die assistent Trussel, ja. Ik wil eventjes wat een officiële verklaring afleggen. Oh. Wij zijn onlangs, voor de zoveelste keer, zijn we leuk naar koffietijd geweest. Ja. Met die meiden, hè? Ja. Leuk, Quinty, leuk, leuk, leuk. Leuk, leuk, leuk. Ja. Weet je wat ik helemaal niet leuk vond? Nou. Wij hebben dit blad. Ik weet niet of de mensen het kennen. Ja, het is een blad, hè? Dat is leuk. Echt, ja, echt de moeite waard, hoor. Ja. En die dames, we hebben in ieder blad staat één vrouwenonderwerp. Ja. Want die horen ook een beetje bij tenslotte. En toen zijn we naar die dames gegaan, dat we hun eens wilden interviewen. Ja. En dan kregen we van mevrouw Trusvoel een slap verhaaltje. Ja, maar dan gaan jullie beginnen over mijn man in Italië. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in je man, bro, you know. Ja. En dan gaan die andere die gaat mee zitten huilen. En, maar zelfs jouw grote vriendin Loretta? En Loretta, uiteindelijk, die voelde zich verplicht om solidair met die twee te zijn. Nou, ik zal je vertellen... Ze zien mij nooit meer bij dat kut koffietijd. Nee. Ja, en die pop gaat er ook uit. Kijk, René, wij stonden om 9 uur stonden we daar fris gewassen. In die tuin. In die tuin al. Wij stonden in die tuin. En weet jij wat? Dat was ook zo triest. Nou? Ik kom daar aanlopen. Nou, je weet hoe die dan staat met zijn sigaar. Ja. En ik was heel vroeg opgestaan, ja, natuurlijk. Voor jij wilde mij dat je niet kon vinden. En rijden, file rijden. En dan kom ik daaraan en dan staat hij daar. Dan kijkt die man, zegt hij... Waarom doen wij dit? Ja. Ik zeg, ik heb geen flauw idee waarom wij hier zitten. Wij hebben ook nog met z'n drie op zo'n bankje gezeten. Flauw idee. Zo'n hele schommel, ja, hebben met z'n drie op gezeten. Nee, maar ik vind het is een soort ethiek in het tv-vak. Als, ja, je met z'n allen meewerkt aan het programma... dat zo'n programma ook de morele verplichting, ja, heeft wat terug te doen... en dan wij je interviewen. Door zo'n topblad? Ja. Ja. Kijk, die John Williams hebben wij toen hier een half uur extra gemaakt. Ja. Wou hij met het blad hebben, wilde hij niet. Heb ik RTL gebeld en zeg, is je nou godverdomme besodemieter? Ja. Nou, toen zijn we naar die dames gegaan, dat we hun eens wilden interviewen. Ja. En dan kregen we van mevrouw Trusvoel een slap verhaaltje. Ja, maar dan gaan jullie beginnen over mijn man in Italië. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in je man, bro, you know. Ja. En dan gaan die andere die gaat mee zitten huilen. En, maar zelfs jouw grote vriendin Loretta? En Loretta, uiteindelijk, die voelde zich verplicht om solidair met die twee te zijn. Nou, ik zal je vertellen, ze zien mij nooit meer bij dat kut koffietijd. Maar de vraag is natuurlijk, heb je daar een beetje spijt van? Ga je het goed maken? Want ze is teleurgesteld in je Loretta. Dat heb je misschien gehoord, hè? Nee, daar weet ik niks van. Nee, daar weet ik helemaal niks van. Dat gaat het ook niet goed maken. Want ik vind namelijk, als wij uitrukken naar koffietijd... en je wilde een eenvoudig interviewtje, dat prachtige magazine van ons, wat daar ligt... daar wil tenslotte iedereen instaan, behalve de dames van Koffietijd. Die hadden weer 100 bezwaren.
dan heb ik zoiets stik met je koffietijd. Nou ja, Lorette legt het vandaag uit op 100% NL. En dat is, dat is in ieder geval wel een goed podium om het uit te leggen. Ja, ja, maar het, is, het ligt iets gecompliceerder. Luister even mee, Loretta. Nou, ik was een beetje verbaasd erover. Ik vond het wel een heftig verhaal van die Derksen. Ik denk, nou. Want ik wilde wel meewerken aan het interview. Maar het is mij verder ontschoten. Want het, je weet wel hoe het gaat. Er komen op één dag en in één week komen er 30.000 aanvragen voor van alles en nog wat. Dus dat hij zo boos is, die snor, dat verbaast jou. Dat verbaast jou eigenlijk. Vind ik jammer, maar blijf mijn vriend hoor. Ja, blijf je vriend. En Loretta Schrijver krijgt 30.000 aanvragen per week voor interviews. Ja, pleur nou toch op, joh. De Eppo wil ze nog niet hebben, man. Schijt eruit, hè? Kom op, man. Nee, ik denk ook dat het een paar minder zijn. Ja, en met al die drukte was het even blijven liggen. Zo moet je het maar bekijken. Ja, maar het is altijd gezeur, weet je wel. De liefde komt altijd van één kant in die tv-wereld. En ik vind het een normale zaak. Als wij opdraven daar, dan moeten ze ook wat terugdoen. En wat is er nou een interviewtje in zo'n magazine? Waar gaat het over? Ja. Wie denken ze nou ze zijn? Zijn toch geen diva's? Oh, ik heb nog een mededeling over de dames van Koffietijd. Oh. En? Nou, de dames van Koffietijd die zijn op hun beslissing teruggekomen. Oei. En die laten zich nu gewoon interviewen. Maar die ze zijn, geloof ik, een tikje geschrokken omdat jullie zo'n grote mond hadden. Ja, ik kan het een beetje. Ja. Maar ik neem aan dat ze nu ook. Dan ben ik een every inch a gentleman in dat soort zaken. Ja. Maar in ieder geval. Ze zijn erop teruggekomen met het excuus. Ze dachten dat ze gebeld werden door Voetbal International, maar het was Voetbal Inside. Nou, daar geloof ik geen reet van. Nee. Maar tussen die 30.000 aanvragen per week waren ze het even kwijt van het overzicht. Ja. Ja, nou ja, goed. Toen ben ik heel grootmoedig geweest. En toen heb ik gezegd, nou, dan doen we dat toch. Ja, en dat wordt een vlijmscherp interview, neem ik aan. Je gaat heel veel vragen over die man van die maar die lang zit, toch? Dat ik dat zelf doe. Dit soort B-onderwerpen. Nee? Je zet wel je terrier erop, neem ik aan. Ik zet daar mijn Duitse staander op. Maar je bent ook niet uitgenodigd om een vagina te komen kleien, vraagt hier iemand. Rinus Haring. Ja, Johan alleen voor het betere likwerk, maar kleien, dat doe ik niet. Ik dacht dat hij al weg was, we zitten nog gewoon. Nee. Excuus daarvoor dan weer. Ja, maar daar wist je dus niks van hiervan. Dus nee, voor jou nee, dat gaat allemaal achter mijn rug om. Wil jij geen vagina een klap geven zo? Ja, maar dan kijk er misschien niet meer uit. Nou ja, daar heb je grote kans op bij die lijns, bij die blonde, weet je. Loretta bedoel je? Loretta we zijn nu naar de Toto toegekomen. Ben je gelijk je logie kwijt? Nee. Loretta is een schat van een wijf. Echt. Maar wel een viezerik hoor. Die ervaring heb ik niet. Oké. Nee. Ik voel me zo lullig dat Cecile toe. Ze zit zo recht over mij. Ja. Dit doen we normaal gesproken door. Cecile schrikt hier niet van. Die heeft een jaar opgesloten gezeten met een viesbeuk die een cafetaria heeft in beneden Leeuwen. Ja, Gerard eraan. Die kreeg vet niet meer uit haar haar als ze samen zijn. Dat doe je toch ook helemaal niet goed van, toch? Nee. Dat zouden we ook weer gaan doen. Oh ja, de Toto. Nee. We kunnen zo meteen. Oh, ik kreeg trouwens nog wel door dat de dames van Koffietijd erg ontstemd zijn. Oh ja? Ja, ik wil daar toch nog even iets over zeggen. Jullie hebben daar vrijdag. Jullie? Oh, nee. Nee, want ik zal nooit iets over de dames van Koffietijd zeggen. Nou. Nee, ik ben een beetje verliefd op Loretta. Ja, dat zal best. Ik weet niet of we de beelden. Nee, we zullen de beelden wel niet meer hebben, want ze hebben het bewijsmateriaal. Maar je hebt ook dingen geroepen over de vaginaweken. Oh nee, wel over de vaginaweken, maar niet over de vagina van Loretta. Nou, daar zei René nog weer wat over. En ik denk ook niet dat ze dat zo leuk hebben gevonden. Maar als de dames problemen hebben, René, wij zijn altijd beschikbaar voor het betere likwerk, hè? Ja, 100%. Maar ja. Bedoel je tijdens die vaginaweek? Ja, natuurlijk. Ja. Dus kunnen we dat laten even kijken. Even kijken naar de dames van Koffietijd. Die zijn ontstemd, dat is wel zo. Afgelopen vrijdag hadden de heren van Voetbal Inside het ook even over de vaginaweek bij Koffietijd. Hoe dan? Wil jij geen vagina een klap geven zo? Ja, maar dan kijken er misschien niet meer uit. Nou ja, daar heb je grote kans op bij die lijns, bij die blonde, weet je. Loretta bedoel je? Loretta we zijn nu naar de Toto toegekomen. Ben je gelijk je logie kwijt? Nee. Ja, leuk hè? Ja,
denk dat... Maar dat zijn toch de mannen die het verpesten, hè? Ja, maar wat het is met mannen... Dit is ook wel echt een macho-programma. Ja, het is een macho-programma. Dat denk ik ook. Het is op televisie. We hebben het over de vagina week. En wat krijg je? Je raakt je horloge kwijt. Ze zetten vrouwen dus weer meteen weg als... Het wordt bijna ranzig daardoor. Ja, dat is niet te chic. Zeker, nee. Ja, het is jammer. Het is toch sneu, die mannetjes. Het is sneu. Ik moet wel zeggen... Ja. Mijn held, Derksen, die heeft het daarna nog wel keurig voor... mij in dit geval opgenomen, want meneer Geep of Gijp of hoe die ook heten mag, die ging nog even door van, het is wel een viezerikje, hè? Het is wel een viespeuk. We hebben alleen maar aangekondigd dat we het over de vagina gingen hebben deze week. En? Nou ja, viezerikje, zeg maar gerust viezerik. Ja, ja. Nee, maar zo'n onderwerp hier op tafel gooien, dan vraag je om problemen. Ja. En jij zit nu met een gezicht van, jullie zijn wel ver gegaan. Nee. Maar jij hebt hier alles uit ons proberen te trekken. Nee. Met vieze opmerkingen over vagina's. En dan zit je helemaal te genieten. En nu ga je weer hypocriet zitten doen. Nou, dat ging wel wat ver. Ja, maar je ziet wat het met die vrouw gedaan heeft. Het is gewoon niet leuk. Nou, maar die ene met die rode jurk vond het helemaal niet erg, hoor. Nee? Die kon het wel waarderen, denk jij? Nee, joh. Kom op, laat die wijven toch gaan. Over plat gesproken, Gerard Joling was vandaag bij Koffietijd. Ik weet niet of je het gezien hebt. Nee, dat heb ik niet gezien. Nou, Gerard, die was daar... sla ik wel eens over, dat programma. Nou ja, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had het ook niet gezien. Maar je weet, Gerard live op zijn best altijd, hè? Ja, het staat allemaal op een bandje. Nou ja, dat staat allemaal op een bandje. En Gerard leest altijd de teksten af van de autocue. Ja. Maar het is een beetje vervelend als je dus aan het autocueën en aan het playbacken bent. Maar stond die hoesbij niet op het autocue? Nee, die hoesbij hoorde er niet bij. Zo ging het. Ze hadden de band even opnieuw geknipt voor hem. Maar ik zie dat dan voor me. Hey, je bent artiest en je denkt s'avonds, kom, ik ga eens een liedje schrijven. En dan kom je tot de tekst. Hanana ho, hanana hey. Ja. 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 Hey? Ja, er zijn heel veel mensen die, ja, als ze s'nachts naar bed gaan, wel eens bij zichzelf denken, wat ben ik in godsnaam aan het doen? Ja. Heb ik iedere nacht.